Mooi. Tijd voor poëzie, want donderdag gedichtedag en dat is de start van de zevende Poëzieweek. Tom, jij bent eregast van deze editie. Jij mocht het Poëzie. Geschenk schrijven. Wij, zij, zullen we meteen beginnen met een fragment om erin te komen. Kies Alle, maar. Je, uh, uh, je moet wel zeggen dat het onderwerp is vrijheid. vrijheid? Hè? ja Heb je dus zelf ook een lustre... nee, nee, dat is het geweldige bij poëzie. Je kan een opgelegd thema krijgen ja. en dat is dan vrijheid. Dus op zich is het al. Uh, is het er is al, het al, dichter, iets, ja, dat is al uh... Maar ik zal dan toch een stukje lezen uit ja. het eerste gedicht. en Misschien bij, uh, als we uitlopen zal ik dan nog een ander gedicht <laughs> hebben. Zonder handen, zonder tanden. Dat is een beetje het programmatische. Gedichten. Geen woord zo vrij als vrij, het weert wat men verbiedt: smetvrij, vetvrij, kogelvrij, maar wat is dan gastvrij? Ondaan van vreemdelingenwaan en vogelvrij, een doel, een straf of een verzuchting op een graf. Hier ligt hij eindelijk vrij. Geen woord zit zo gestoord vol zwijnerij, vrije jongen, vrije liefde, vrije handel, en toch loert overal ook. De angst voor vrije val. Geen woord bekoort, zozeer voor wie het hoort, geen woord vermoord, zo veel van wie er niet bij hoort. Vrij, wij, de lucht is vrij, de vraag is vrij, de vrijheid niet. Zij lonkt en vrijt, maar zij ontschiet. En het rijmt nog ook. Ja. <laughs> Altijd goed. Mooi. Altijd goed. Hè. Ja, ja. Altijd goed. Maar dit dus is een illustere uh, reeks van voorgangers al: mm -hmm. Peter Verhelst, uh, Stefan Hertmans. Uh, en nu mocht jij. En Anna ja. ja, ik mocht. Maar ik ik ben ik, al eens, ja. Het was wel je laatste dichtbundel, is dat niet een tijdje geleden? Uh, ik ben natuurlijk een soort verdoken dichter die uh, ja? uh, heel veel andere projecten. Ik heb uh, ja? gedichten uit de Eerste Wereldoorlog bewerkt. Ik heb een ja. stuk of zes, een half dozijn toneelstukken in verzen geschreven. Uh, ik ben daar iets te hybride voor, denk ik, en iets te ongedurig en niet gedisciplineerd genoeg. Maar ik heb nu zo de smaak te pakken gekregen dat ik mijn uitgever beloofd heb dat ik tussen dit en anderhalf jaar met dit dan als eerste af. Een nieuwe dichtbundel. Dat ik een nieuwe dichtbundel, uh, maak. Krijgen, ja. Naast jou, zit een uh, redenrijker, zo noem jij jezelf. Je schrijft dat. Alke... Nee, correctie. Oei? Men noemt mij zo. Ah, ah ja. <laughs> ja. <laughs> maar uh, ik vind het wel goed. Hoe noem je jezelf dan? Ik ontwijk beschrijvingen, maar als ze het mij vragen, zeg ik: ik ben de moderne redenrijker, uh, zo genoemd uh, uh, door zowel de Kulaar. Elke dag een gedicht voor de krantenmorgen. Klopt. Ja. Over de actualiteit. Ja. Zullen we ook maar eens een voorbeeld uh, gebruiken? Je hebt hier al over een. Ja, op Gedichtjes jullie vraag schoen. heb ik onderweg een gedicht, <laughs> drie gedichten bedacht over de drie onderwerpen. Eentje. Hè? Uh, maar ik zal beginnen met eentje, namelijk een ode aan uh, een groot staatsman hier in ons midden, namelijk uh, minister de Krem. Geen heerschap lust meer pap van het land dan de Krem. Nooit faalt er in aalter eens iets, dankzij hem. Een fijne carrière ontloopt hij met klem. Slaat elke barrière, doorstaat elk gemem. Straks husselt hij Brussel doorheen zonder rem en doet toch iets goeds nog. Die man heeft mijn stem. Dank u wel, dank wel. Leest u gedichten? Ja, ik lees iedere dag het. Het zijn er. Heeft u al een paar keer over mij ook. En buiten zijn gedichten leest u ook nog andere gedichten? Wel, ik ben van opleiding filoloog en dus wij moesten door de Europese literatuur de grote dichters, door Schiller en veel over vrijheid trouwens. Vrijheid. die Freude. is. was eigenlijk. die Freud, Schiller en Paul Eluard heeft een prachtig oorlogsgedicht over La Liberté. Nee, hij kent van, uh, kent, van <laughs> ja, ja, Waarom nou, moeten nou. mensen gedichten lezen? En zo net 41 van Shakespeare. Waarom moeten mensen gedichten lezen? Omdat er voor elke persoon op aarde minstens een gedicht, en eigenlijk een bundel is, die uw leven kan beïnvloeden indien die al nou niet grondig veranderen. Hetzelfde geldt voor romans. En dat daarbuiten het geweldig is om met het instrument van denken, want zonder taal is denken onmogelijk, om daarmee te spelen. En dat is het allereerste doel van, van poëzie: is de la muziek avant toute chose. Wat is er voor jou zo'n dichtbundel? Ja, absoluut. Hè. De de takkerse gedichten van Hugo Claus. Ik heb daar nog les mogen krijgen van een absolute grote vertaler, op zijn minst. En een bucolische, uh -huh. uh, melancholische, goede dichter, Anton van Wilderhouden. Die is mij goed, op he? jonge leeftijd Hans Lodijzen heeft leren kennen. Uh, uh, de sonetten van de Kleine Waanzin, Hans Andreus, enzovoort. Uh -huh. en dus poëzie is iets wat zeker in een, in een, als we nu he, dan toch Vlaanderen moeten aanbidden. Ik zie trouwens in Brussel, zie ik als er betoogd wordt, zie ik maar één democratie. Die je daar tegelijkertijd betogen. Mm -hmm. Maar als we dan komen vanuit een taalbeweging, daar ben ik wel trots op, daar wil ik wel iets voor doen. Dan moet je inderdaad geen bibliotheken afschaffen in gemeentes. Maar je moet zorgen dat mensen lezen en die taal, die moedertaal Ook gedichten. gebruiken. Gedichten voor u? Ja, ja. en toegang tot gedichten, inderdaad. Bieps eh, promoten in plaats van af te schaffen. En vooral in scholen en bij jongeren. Zo'n dingen als een Poëzieweek. Uh, ja. En in de krant. En dus de hele week is, is, ja. een, is een poëzieweek het is... waar ook een, een, een poetry slime is. Ik denk dat mensen juist denken dat het iets stoffig is en dat het niet populair is. Ga mee naar het Nederlandse kampioenschap slime poetry in Utrecht. Het is dus een volledige zaal vol. En dus het, het, we zitten te veel met het idee van dat het alleen Eluard en alleen Guido ja. Gezellen. Pas op, Guido Gezellen. Uh, als liefdesdichter alleen al en als speelse uh, dichter toekoer, mm -hmm. die mm -hmm. kan toch naast Eminem en naast Kendrick Lamar Ja, yeah, die staan. Slam Poetry, inderdaad. En is... Light First nu in Nederland. Uh, op dit moment staat op nummer 1 een dichtbundel met Light First. Die is ook heel populair, nu ook een wat, schuifje het, van de poëzie. Wat, wat is dat? Het lichte gedicht, dus de is uh... en niveau de Wijs van ja. deze wereld. Dus... Voor mij was het natuurlijk mede dankzij Anton van Wilder de Oostakkersse gedichten ja. van Hugo Claus, ja. waar ik drie dingen absoluut ontdekt heb: dus de kracht van onze taal, de kracht van poëzie en dan die ene dichter, die volgens mij, nou het, ik weet niet wat, wat, wat jij ervan oh. denkt, maar dat is het ja. grootste fenomeen uit onze letteren. En dat was echt die ostakkerse gedichten. Ik ben niet de enige. Maar dat heeft mij echt onderuit gepaard geslagen. Ja. Van hetzelfde was, hoor. Wat ja. is voor ja. u een goed gedicht? Ja, een goed gedicht is inderdaad muzikaliteit voor mij in de eerste plaats. Het is de, de taal dynamiteren en zorgen dat elk facet daarvan de focus krijgt die het verdient. En het mag vooral niet iets banaals zijn waarvan je denkt: ja, goed, dat had ik ook wel eens of kunnen juist schrijven. Of, men, of, juist of net erg heel erg dan. Of net heel erg. Het moet iets doen met taal dat je niet elke dag doet. Ja. Ja. Ja, zeg maar. Nee. Nee, Jules Deler heeft bijvoorbeeld ooit een gedicht voor Rotterdam geschreven. En dat was alleen een opeensomming van eigenlijk bijna economische en politieke... Feiten, uh -huh. demografische feiten, uh -huh. maar door de rangschikking gegaan. Uh -huh. En als hij dat leest, dat werd opeens... Dus dat is het fenomenale. Poëzie kan opeens... Hey, er zit één gedicht in uh, hier. Zijn, dit zijn de woorden. zegt, uh, eerbewijs aan de dadaïsten. Yeah. Ik knip de woorden uit, het magazine zijn kracht. Daar ga je, je mee. Zouden... Ja. ja, je mag zelf je gedichten, want de vrijheid... Dus en daar ga zelf... je ook mee in een zorgcentrum, een woonzorgcentrum aan de slag. Ja, we gaan de, de poëziedag beginnen in het Liberty uh, Bejaardenhuis. Dat zal waarschijnlijk dan het eerste intakegesprek voor mij worden... En dus uh, we gaan daar met die. Uh, met die uh, we gaan proberen. Uh, ik ga het voorlezen, ik ga andere gedichten meenemen. Paul Snoek, mijn stadsgenoot. En gedichten maken. Fantastisch, ja. natuurlijk. Want mm -hmm. dan is het ook nog eens. Wij zijn vergeten dat poëzie zich ook het beste leent van alle literaire uh, verschijnselen voor voorlezen, voor voordragen. Ja, en dus dat, dat, wat dat ja. kan betekenen.